Oh my god, wat is dit nou weer? Oh, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ja, dit keer was het raak. En je hoeft maar één keer verkeerd te bewegen of je hebt een camel toe. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Het is tijd voor een shoplog. Ben je benieuwd wat ik allemaal heb voor spulletjes? Wat ik allemaal ga laten zien? Ik ga bikinis laten zien, jurkjes, topjes en eigenlijk van alles wat. Het is best wel een grote Zaful shoplog. Zaful, mocht je Zaful niet kennen. Het is een, ik moet het wel even goed zeggen, een Chinese webshop volgens mij. Dus het is heel erg betaalbaar. Ik krijg af en toe wel de vraag van hoe lang duurt het totdat je pakketje binnenkomt. Dat vind ik wel wat lastig te zeggen, want één bestelling komt niet per se als één bestelling ook binnen. Soms komt het super snel en heb ik het eigenlijk al in 4 dagen in huis. En soms duurt het echt wel 3 weken. Dus dat vind ik heel erg lastig om te zeggen hoe lang het duurt. Dus I don't know. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Ik begin direct met het jurkje wat ik nu aan heb. Dit jurkje komt ook van Zaful. Trouwens, mijn kettingen komen niet van Zaful. Die komen van mijn eigen webshop. Even een self-promo tussendoor. This is it. Het is dus een jurkje met hele dunne spaghetti bandjes. Heel erg strak zit het om het lichaam. Een lekker stofje. Lekker rekbaar ook. Dus als je een keer meer hebt gegeten zoals ik, dan is het helemaal niet erg. Mijn topje, ik bedoel mijn jurkje is uiteraard baby roze. Maar volgens mij waren er ook andere kleuren. Dus kijk even in de beschrijving. Want daar staan alle linkjes van de items. Dus zo kan je het allemaal terugvinden. Ik weet nou even niet meer zeker wat voor maat het was. Maar ik gok een M. En dan gaan we even door. Trouwens, niet alles is nog ingepakt. Ik heb ook wat dingen eruit gehaald. En al meerdere keren gedragen. Ik haal hier een pakketje uit. Het is een zonnebril. Dit is hoe het eruit ziet. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk om te zien zo. Maar als ik hem op heb, dan denk ik, hè? Alsof het niet klopt. Met een stukje hier. Dan gaan we door naar dit dingetje hier. En dit is een rugzak. Oeh, ik zal hem even uit de pakken halen. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind het best wel cute. Er komt een aardige geur vanaf. Hier kan ik zo'n heerlijke sticker van afhalen. Hij is ook lekker groot als ik het zo zie. Oké, het is dus gewoon een rugzaktas. Ja, ik weet echt niet wat ik er meer over moet vertellen gewoon. Oeh, en hier op de achterkant heb je nog een klein geheim vakje. Hier kan je je geheime dingen in doen. En je kan hem ook zelfs een beetje groter maken. Oh, dat is handig. Voor als je wat meer spullen hebt. En dan is je tas nog een stukje groter. Wat hebben we hier? Oh, het is een shirt. Oh, girls support girls. Ik heb hem trouwens in maat L genomen. En ik zie ook dat hij best wel groot is. Ik dacht, oh, het is best wel leuk als een oversized shirt. Maar ik denk dat ik hem eigenlijk iets te groot vind. Ik zoek even een broekje of zo hierbij. Dan kan ik het allebei zo meteen even laten zien. Oké, het gaat super goed matchen. Maar hier heb ik nog een broekje. Het heeft een beetje zo'n glimmende stof. En deze is ook niet prachtig geweldig afgewerkt. Dat kan je wel hier zien. Ik heb hier best wel veel naadjes en dingetjes. Dat is jammer, maar ja. Nou ja, het matcht natuurlijk niet geweldig of zo. Maar dat is even om het aan jullie te laten zien. Hoe het broekje eruit ziet. Ik zie mijn shirt wel heel duidelijk zitten hier. Dat is jammer. Maar verder is een prima broekje. Ik zou niet zeggen, wow, dit is echt een must-have. Maar het is prima. En het shirtje vind ik echt super cute. En ik dacht dat hij een stuk, ja, een heel stuk te groot zou zijn. Maar eigenlijk vind ik hem best wel goed zitten. Het is best wel een lang shirt trouwens. Het is echt wel een lang shirt. Dat kan bijna een pyjama shirt worden. Maar ik denk dat ik het leuk zou vinden om het zo te knopen. En dan met een spijkerbroek te dragen of zo. Dan ga ik door naar een ander shirtje. En dit is volgens mij een crop top. Echt best wel een cute shirtje. Kijk, het ziet eruit alsof het hier aan deze kant al geknoopt is. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dus dat vond ik echt wel een heel erg leuk detail. Ik ben zelf niet zo van de streepjes. Dus dat vind ik altijd wel een beetje spannend of zo. Maar ik vind deze eigenlijk wel heel erg schattig. En aan de onderkant is er echt een elastiek. Dus dan gaat het ook niet heel wijd staan. Ik heb hem in de maat 40, zie ik. Nou, de topje vind ik eigenlijk wel heel schattig. Hij is best wel kort. Ik heb echt zo'n buikje hier. Maar goed, hij is best wel aan de korte kant. Maar even kijken waar ik het dan
mee kan combineren. Alleen aan deze kant vind ik hem een beetje raar staan. Zie je dat? Dus misschien dat hij wel een maatje kleiner kon. Maar aan de andere kant denk ik, het zit ook wel weer prima. Dus ik weet het niet. Ik vind hem echt wel heel cute. Maar er is wel een stukje hier dat ik denk van, oké. Gaat het zo naar buiten staan? Gaat het naar binnen staan? Hoe gaat het staan? Dan gaan we door naar een playsuit. Deze is echt super, super cute. Met van die schattige pompons aan de onderkant. Wat trouwens best wel een beetje irritant was. Want deze heb ik al vaker gedragen. En je ziet het hier, zeg maar, bij mijn kruis. Gingen de pompons helemaal zo tegen elkaar schuren. Omdat ik aan het lopen was natuurlijk. En nu zitten ze zo aan elkaar vast. Dus dat is een beetje een minpunt. Nou ja, jongens, dit is natuurlijk niet voor een chique diner bedoeld of zo. Maar dat is wel super leuk voor warme dagen. Dat je eigenlijk geen kleding aan wilt, maar je kleding aan moet. En zo zie je het helemaal. Het is denk ik tijd voor een bikini. En de bikinis die ik al had gepast, was ik volgens mij niet zo blij mee. Want ik heb echt veel te grote maten besteld. Super stom. Ik ben volgens mij voor Ellen gegaan. En dat was bij mij niet helemaal nodig. Want even kijken hoor. Ja, dit is dus maat 40. En het is wel echt aan de grote kant. Nou jongens, hier zien we het topje. Ik heb hem dus heel strak getrokken. Waardoor dit een beetje raar is gaan staan. Maar op zich is het prima te doen. Probeerde hier een strikje van te maken. Dat is ergens niet helemaal goed gegaan. Dit is hoe het van de achterkant eruit ziet. En trouwens, de broekje is dus heel hoog. Dus daar zie je hem al. Dan gaan we ook meteen door naar andere bikini. En van deze baalde ik dus echt dat ik geen kleinere maat had besteld. Nou ja, ik weet niet of het goed overkomt op camera. Ik voel het in ieder geval aan alles. Het is veel te groot. Dit staat helemaal raar. Dit is heel erg losjes. En ik kan dit wel heel strak gaan trekken. Maar toch blijft dit dus heel raar losjes hangen. En dat vind ik gewoon niet leuk. Ik heb ook direct hier het volgende. Even kijken wat dit is. Oh, dit is een jumpsuit. Of een playsuit bedoel ik. Het is een playsuit. Ik zie hier hele, hele, hele diepe V-halsen aan beide kanten. Nou ja, het is best een schattig ding. Alleen, het staat zo raar. Het staat hier. Ja, ik weet niet. Het is best wel strak. En het is niet echt dat je denkt van, wow, super flatterend. Hier is het echt super wijd. Kijk, mijn boobies vliegen er compleet uit. Je ziet je BH aan alle kanten en je kan er niks tegen doen. En je hoeft maar één keer verkeerd te bewegen of je hebt een camel toe. Wij gaan door naar dit mini, mini, mini ding hier. En dit is een jurkje. En ik heb hier al wel eens een jurkje van besteld. Ik had een rode en ik vond hem eigenlijk zo leuk dat ik dacht, ik doe ook een zwarte. En ik was helemaal uit enthousiasme vergeten dat ik toch echt een maatje groter had moeten nemen. Want het is echt eenie mini. Het is super kort. Dus heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon weer maat M genomen. Hier is het jurkje. Dit is hoe die eruit ziet van de bovenkant. Ik vind het zo leuk dat de hals. Ja, ik weet niet. Ik vind iets aan de hals gewoon heel erg leuk. Het is wat hoger dan wat je vaak ziet. Dus ik vind hem echt heel erg leuk. En daardoor denk ik van, nou, het compenseert wel. Hier wat hoger, daar wat lager. Dus het compenseert wel. Maar het is echt een heel kort jurkje. En this is it. Ik vind het stofje gewoon heel erg leuk. Ja, ik weet niet. Ik hou ervan. We gaan even door naar een pakketje die ik nog niet heb geopend. Deze deed er ook het langst over om bij mij te komen. En ik moest er ook douanekosten over betalen. De vorige keer zei ik, oh, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ja, dit keer was het raak. Ik haal er meteen iets super kleurrijks uit. Ik weet bij God niet meer wat dit moet zijn. Oh, het is een tweedelig pakje. Oh my god, dit is zo cute. Maar het lijkt wel op een pyjamaatje. Nou ja, dat kan ook nog altijd wel een pyjama worden. En dan hebben we ook nog een schattig topje erbij. Jongens, ik ga mezelf even vasthouden hier zo op deze manier. Ik vind het zo nog eigenlijk best wel leuk. Maar als ik mijn hand weghaal, dan is het niet echt een mooi gezicht of zo. En dit is het samen. Ja, dit is gewoon echt een pyjama broekje. Ik denk dat ik dit broekje wel ga dragen, gewoon thuis. Maar ja, naar buiten vind ik hem niet zo leuk. Nee, dit heeft niet echt mijn voorkeur. Ik heb ook maar even meteen een ander broekje aangetrokken met ananasjes. En deze is ook in maat L. En nu denk ik, nou, het is maar goed dat ik geen maatje kleiner heb gedaan. Dus het verschilt zo erg per kledingstuk. Want deze elastiek hier zit ook best wel strak.
Ik weet niet zo goed wat ik van het broekje vind. Ik vind het niet heel charmant of zo. Beetje ballonachtig zelfs. Nou jongens, ik trek even snel een ander jurkje aan. En dan kom ik weer even met mijn vrije hand weer terug. Dit is denk ik echt mijn favoriet van deze hele shoplog. Ik heb dit jurkje zoveel gedragen. En dit is hoe het jurkje eruit ziet. Ik vind hem zo cute. Het is een soort van een overslagrok. Ja, ik vind deze gewoon zo leuk. Dan hebben we hier nog een item. De kleur vind ik echt een beetje viezig. Oh my god, wat is dit nou weer? Dit is een jurk. Dit is een jurk. Ik heb hem in maat L. Ik dacht dat deze geel zou zijn volgens mij. Maar het is echt gewoon een beetje een kotskleur. Ik vind het echt een hele lelijke kleur. Ik vind het zo lelijk. Wauw. Het voelt echt als een nachtjaponnetje. Het ziet er ook precies uit als een nachtjaponnetje. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Deze is cute. Een ananas shirt. Dit is gewoon top. Hier kan helemaal niks misgaan. Print is leuk. Het ziet er mooi uit. Niet erop geplakt of zo. Stofje voelt lekker. Top. Deze kan ik aanraden. En dan gaan we naar het laatste item van deze shoplog. En eigenlijk ben ik stiekem een beetje excited dat dit het laatste is. Want zoveel omgekleed op deze hete avond. Wij hebben hier een heel bijzonder iets. We hebben hier een playsuit. Nee, een jumpsuit. Dit is wel een jumpsuit. Wat voor maat is dit? Ik heb het idee dat dit XXXXL is. Het is een M. Ik heb heel erg Tante Trien gevoelens hierbij. Ook omdat het stofje ja, toch wel echt zo aan een tafelkleed doet denken. Of aan een gordijn. Of iets ertussenin. Nou jongens, dit lijkt mij een perfecte afsluiter van vanavond. Van vandaag. Van deze shoplog. Het zou misschien nog ergens wel grappig zijn. Mijn outfit van nu. Maar het is zo oncomfortabel. Het is echt niet normaal. Alle elastieken snijden gewoon. En dit is zo erg afgesloten dat dit hier binnenin echt als een soort sauna begint te voelen. En ik heb het nog maar een paar minuutjes aan. En dit is hoe het eruit ziet. Je kan het trouwens niet helemaal zien, maar het komt echt tot aan mijn voeten. Ja, ik weet niet. Misschien ziet het er nog best wel een cutie, beauty, patootie uit op beeld. Maar het voelt zo vervelend dat ik niks anders kan dan dit gewoon helemaal vervelend en helemaal lelijk vinden. Maar goed, dit was ook meteen einde van de shoplog. Ik heb niks meer op de bank liggen. Alles heb ik gepast en alles heb ik aan jullie vandaag laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Jongens, ik wil jullie dan zo bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!